We worden dagelijks overspoeld met beelden van zwerfhonden op straat. De verslechterde economische situatie als gevolg van de coronacrisis heeft dit beeld verergerd. In 2007 is er met de bouw van een hondenopvang een aanvang gemaakt met een eigen Surinaams dierenasiel. In 2009 is het asiel uitgebreid met een kattenopvang, hetgeen leidde tot de officiële opening van het dierenasiel Suriname onder auspiciën van de Stichting Dierenbescherming Suriname. De voorzitter van deze stichting, Leontien Banse Issa, zegt dat het doel van het dierenasiel is het verlichten van het dierenleed in Suriname. En om het dierenleed te verminderen moet je weten waar de oorsprong van het probleem is. En de oorsprong van het probleem ligt in overpopulatie van huisdieren door twee dingen, dus onwetendheid en ontbreken van financiële middelen. Om ervoor te zorgen dat er geen overpopulatie komt. Dus het doel is om het dierenleed te verminderen en dus om de overpopulatie te verminderen. Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden ontvangt het dierenasiel geen financiële ondersteuning van de Surinaamse overheid. Middels fondsvorming en de steun van donateurs en sponsoren worden alle activiteiten ontplooid, zegt Banse. Hebben we verschillende activiteiten. We hebben elke maand, elke eerste zondag van de maand, een boekenverkoop op het asiel. Dit is echt best wel populair. Er komen veel mensen op af. En tweede activiteit die we doen. En dit jaar willen we in verband met Dierendag hebben we elk jaar de zondag in de buurt van Dierendag een activiteit om nog wat extra voorlichting te geven. Maar ook te combineren met wat extra fondsvorming. En dit jaar gaan we dus op 2 oktober, wanneer we ook de boekenverkoop hebben, een extra grote boekenverkoop hebben, met ook wat leuke dingen daarbij. We hebben de hondenloopgroep van meneer Gauwensing bereid gevonden. Die gaan dan 's ochtends vroeg eerst weer een dogwalk doen. Misschien dat mensen het leuk vinden om zich daarbij aan te sluiten. Daarna hebben we onze boekenverkoop, maar we hebben ook dan verkoop van leuke hondengadgets, van wat lekkers. We hebben gewoon wat activiteiten om het gezellig te maken. Nog een beetje gezelliger als het normaal op de boekenverkoop is. De voorzitter van de Stichting Dierenbescherming Suriname, Banse, die aangeeft dat de dieren in het asiel worden gesteriliseerd.